Alle filialen en externe dienstverleners van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) zijn in verband met de jaarafsluiting op donderdag 31 december, morgen dus, gesloten. Op zaterdag 2 januari zijn de volgende externe dienstverleners open voor het betalen van de elektriciteitsrekening en gasbetalingen. Maritret, de Mall Unit 14 open van 9 uur s morgens tot kwart voor 6 s middags. NV Fresh Agency opent van 7 uur morgens tot 6 uur middags en Doemaar Exchange NV opent van 9 uur morgens tot 2 uur middags. Op maandag 4 januari 2021 zijn alle EBS kantoren en overige externe dienstverleners weer normaal open voor het betalen van de elektriciteitsrekening en gasbetalingen. In verband met preventieve maatregelen vanwege het COVID-19-virus adviseerde NVEBS haar klanten om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de chirale betaalmogelijkheden voor het betalen van de elektriciteitsrekening en gasbetalingen. En de NVEBS wenst aan al haar klanten een voorspoedig, veilig en gezond 2021 toe.